Hola amigos, ¿qué tal? Welkom bij de vijfde aflevering van Costa Belgica. Vandaag neem ik jullie mee naar Mar de Bourbier, een buitengewone residentie die bestaat uit appartementen, duplexen en villa's met een prachtig uitzicht over de zee en op slechts 500 meter van San Juan de los Toreros. Complex in mediterraanse stijl met Arabische invloeden, gelegen aan de Costa d'Almeria, gekend voor zijn ongerepte stranden en kleine vissersdorpjes. De urbanisatie beschikt ook over hele mooie tuinen, fietsverhuur, fitness, loop- en wandelpaden van meer dan 2 kilometer en een wellness- en sportcentrum met overdekt zwembad voor de wintermaanden. Dit alles maakt deze urbanisatie buitengewoon. Hier kan je ook genieten van een fantastisch klimaat het hele jaar rond, 3000 zonneuren per jaar en een gemiddelde wintertemperatuur van 19 graden. Wat moet een mens nog meer? Het complex beschikt ook over haar eigen shoppingcenter met onder andere een supermarkt, restaurants, fitness en nog veel meer. Beoefent u liever sport in open lucht? Dat kan ook via de looppaden langs het strand. De urbanisatie is ook heel gezinsvriendelijk. Terwijl de kinderen zich in de speeltuin uitleven, kan u rustig genieten van de lokale gastronomie in een van de restaurants of een frisse pint pakken in de Chiringuito of strandbar. Een andere leuke gezinsactiviteit kan deze doolhof zijn. Mar de Bourbier blijft uitbreiden en zet volop in op uw gezondheid. Hier komt het overdekt zwembad met wellness en fitness. En hier komt de nieuwe fase 7. Bij Grupo Platinum kan u terecht voor zowel tweedehands als nieuwbouwpanden in dit luxe complex. Hier enkele impressies. Maar de Bourbier bestaat uit verschillende fases, elk met zijn eigen zwembaden, gemeenschappelijke ruimtes en eigen kenmerken. Iedere fase is dus iets anders. Het appartement dat we gaan uitlichten is een penthouse in fase 3. Deze is een van de eerste lijnfases vlak aan het strand en beschikt over jacuzzi's, twee zwembaden waarvan één verwarmd en ondergrondse parking. Laten we een kijkje gaan nemen. Hier zijn we dan. We beginnen onze rondleiding in de woon- en eetkamer die zeer ruim voelt en is aangekleed met kwaliteitsmeubilair inbegrepen in de prijs. Zo komen we aan bij de open Amerikaanse keuken die volledig is uitgerust en modern aanvoelt. Via de woonkamer heeft u directe toegang tot het terras met zonnetent.
waar u kan genieten van uw ontbijt of heerlijk relaxen. Dan gaan we nu de slaapkamers verkennen. Hier komen we aan bij de master bedroom met badkamer en suite. De hoofdslaapkamer beschikt over ingemaakte kasten, tv en airco. Deze is in alle kamers aanwezig. De badkamer heeft een handige inloopdouche en is met mooie stijlvolle materialen afgewerkt. We gaan zo verder naar de tweede badkamer. Om tenslotte aan te komen bij de tweede slaapkamer, ook hier ingemaakte kasten. Dan rest ons nog enkel het ontdekken van het solarium of dakterras. Het solarium is enorm ruim en de ideale plek om te zonnen of te barbecue met zicht op zee. Echt zalig. Dit fantastische penthouse is op de markt voor €210.000 en beschikt over ondergrondse parking met berging. Ook de meubels zijn inbegrepen in de prijs. Ingekregen om uw eigen appartement te hebben in het Maardepulpicomplex? Kijk dan zeker eens op onze website en ontdek ons ruim aanbod aan tweedehands en nieuwbouwpanden. Een appartement met één slaapkamer heeft u vanaf 98.000 en met twee slaapkamers vanaf 117.000. De villa's zijn verkrijgbaar vanaf €259.000. U ziet het, voor ieder wat wils. Wenst u meer informatie over het uitgelichte appartement of over het Maardepulpicomplex in het algemeen? Neem dan zeker contact met ons op. Heeft u genoten van de video? Vond u het interessant? Geef ons dan een like, deel de video en abonneer. Hasta la próxima, amigos!